bijzondere locatie, sowieso in huis. Je loopt de keuken binnen en sommige mensen kijken eerst van ja, kan dat eigenlijk wel? Maar ik woon ook op een mooie locatie, dus mensen vinden het gewoon leuk om hier langs het grachtje naartoe te lopen. En vinden het ook gezellig om zo'n oud, sfeervol huis binnen te lopen. En ja, voor vaste klanten heb ik koffie en ik wil wel verkopen. Maar het sociale gebeuren is, vind ik net zo belangrijk eigenlijk. Ja, we gaan eens even beluisteren. Goed plan. Dat is een maxi-singeltje van de T-set. En dat is grappig, want de A-kant van dit driedelige ding is wat oorspronkelijk de B-kant is van de oude singeltje, de Long Ago. En ja, dat staat nu als in zijn eentje op de ene kant. En dan staan twee andere hits, She Likes Weeds en Ma Bella Me, staan op de andere kant. Ja, en dat, die combinatie, nou ja, die heb ik nog niet. Vind ik toch best leuk om erbij te hebben. Hoeveel singeltjes heb je? Ik denk zo'n beetje 20.000 of zo. Zo'n singeltje is ook gewoon ja, dat ene nummer. Dat is het object wat je dan voor je snuffert hebt. En op een LP dan zit je toch gebakken aan weer een stuk of 9 of 10 of 11 andere nummers. Die misschien helemaal niet zo leuk zijn. Ik heb misschien nog wel een hele leuke plaat voor jou. Moet je maar even kijken. Kijk, deze van Fleetwood Mac. Die ken je misschien wel. Ik denk dat het misschien wel de meest verkochte plaat ter wereld is. Ik ken de titel sowieso, maar okay. Ja, ik weet niet welke nummers hierop staan. Even kijken hoor, wat was het ook alweer? Go Your Own Way. Oh, die ken go ik Go Your Own Way. En dat is een beetje een Fleetwood Mac van de popmuziek, zeg maar. Ja, want ze hebben heel verschillende dingen. Je hebt die vrouw die zingt soms en die, ja. En die man vooral eigenlijk. Ja, klopt, ja. Ik echt, heb het niet heel veel geluisterd hoor, Fleetwood Mac. Nee, oké. Okay. Ik ken echt een paar nummers, zeg maar. Ja, nee, want dit is echt een, ook, dit vind ik ook een geweldige plaat. Maar ik ben zelf meer liefhebber van de oude Fleetwood Mac. En dat is iets, dat die is deze LP. Dat is Blues LP. Oké. Okay. Ooit zijn ze een bluesband geweest. En, wist ik niet. En het is dan dit is de grote man van de oude Fleetwood Mac, Peter Green. Ja. En ja, dat is voornamelijk bluesmuziek. Daar hou ik hem persoonlijk meer van. Ja. Maar dus als de jonge lui zijn, dan zeg ik, oh, moet je ook even deze bekijken. Die moet je winnen. Ja, precies. Dus, dan kun je de oude dingen ook ervaren. Ja, dit is echt maar die moet je hebben. Dit is echt de klassieke voor, die verkoop ik altijd aan jonge lui. Die vinden het echt geweldig. Ja. Ja, ik heb het een keer ontdekt via het bordje wat aan de weg stond. LP's, boeken. En toen dacht ik, nou, ik ga een keertje kijken. En een keertje naar binnen gelopen. En je komt hier natuurlijk echt door de tuin aanlopen. Dus aan het begin dacht ik, zit ik wel goed, weet je wel? Ben ik hier op het goede adres? En toen kwam ik binnen en heel hartelijk ontvangen. En Kes die heeft alles natuurlijk al een beetje gesorteerd. En dat vind ik heel makkelijk, omdat ik er niet superveel verstand van heb. En hij weet het precies. En hij heeft zelfs al gesorteerd op wat is bekend, wat is echt een verzamelitem en welke moet je gewoon hebben. Dus je bent ook eigenlijk zo bij wat je nodig hebt. Plus je mag alles lekker even luisteren. En ja, het is echt een beetje een moment als je hier naartoe gaat. Het is echt een echt een stukje van je dag. Je kunt echt een ochtend vol mee maken, zeg maar, als je hier naartoe gaat. Dat vind ik heel leuk. Ik ben echt liefhebber van muziek, maar vooral van vinyl. Want het geluid is ook veel mooier. Het is echt het is veel dieper, veel voller. Sommige mensen zeggen er zit meer gevoel in. En heb je een mooie hoes en dan leg je die plaat, leg je gewoon mooi erop. En dan ga je echt de rust nemen om te luisteren. En je weet wat je luistert. En je kijkt nog eens even op de achterkant. Zo van wie zijn die muzikanten, wat doen ze. En het heeft iets sociaals ook. Het heeft iets rust. Je besteedt er aandacht aan. Je geniet er daardoor veel meer van.
sunlight hurts my eyes. Nou, de plaat die ik meeste draai, ja, dat is Stones LP, Let It Bleed. En ja, er staan prachtige nummers op. Er zit ook nog een poster bij, dat is ook wel leuk. Kijk, die ging vroeger aan boven je bed, hè. En op een gegeven moment was ik hem kwijt. En toen had ik hem toch weer gevonden. Maar er staan allerlei nummers op. Heeft ook een originele binnenhoes. En er staat: This record should be played loud. Dus die moet je gewoon heel hard aanzetten. En, maar er staat zo'n verschillende prachtige nummers op. Maar één nummer heet Love in Vain. En dat is een cover van Robert Johnson. En dat is een fantastisch bluesnummer. En ook heel veel gedraaid. En nou, een specifiek verhaal erbij is dat ik dan 10 jaar geleden gescheiden ben. En ja, Love in Vain, de titel zegt het al. En ja, toen zag ik het helemaal niet meer zitten. En dan zet ik dat nummer op, keihard. En dan liep de tranen op de wangen. Dus er zit ook echt wel emotie in muziek, hoor. Well, I followed her. With a suitcase in my hand. Yeah, I followed her to the station. With a suitcase in my hand. Whoa, it's hard to tell, it's hard to tell. But all you love. Weer wat leuke dingen voor jou. Je hebt erbij. Je hebt wat mooie dingen. Ja, zeker. Ja, daar kom ik voor. Oké. Nou, dan kun je zelf eens even kijken. Oh, die is leuk. Ja. Bob Dylan. Wat heb je gevonden? Queen, Dead Races. Paul Simon, Graceland. En Bob Dylan, Desire. Dus daar ben ik heel tevreden mee. Want waarom zijn die nou goed om te kopen? Nou, ja, het zijn sowieso hele leuke platen. En deze is heel geliefd bij de jeugd, Queen. En dit is een van de best verkochte LP's van Bob Dylan. Ja, deze is gewoon leuk. Dat is op zich wel lekkere muziek. En ja, die doe ik er gewoon even bij. En heb je nog geheime adresjes? Ja, die heb ik nog wel, ja. Maar die ga ik echt niet vertellen. Ik heb tenslotte al 1 geheim adres prijsgegeven, dus ja. Touched her thigh and death smiles, et cetera, et cetera. Het is echt heel diep dit. Jim Morrison en The Doors, American Prayer. En dat is een plaat die is opgenomen na zijn dood. Gedichten van Jim Morrison die hij voorleest. En er is muziek achter gezet door de 3 overgebleven bandleden. En, ja, de plaat had ik nog niet, dus mooi. Leuke vondst. Maar wat is zo mooi aan vinyl? Ja, de beleving. Je ronddraaien op de pick-up. Een cd'tje schuif je weg en dan is die weg en dan hoor je alleen nog maar muziekje. En dat is gewoon, ja, de kraakjes, de tikjes zijn ook leuk. Moet niet te veel zijn natuurlijk, maar het is sfeervol.
Alleen dit al, dat is al een soort ritueel. Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, the Doors! Waarom hier bij de schatkamer? Ja, omdat je hier de platen tegenkomt die niet in de massa winkels liggen. Dus hier, nou ja, deze dus net die ik tegenkom, die ligt niet zomaar in zo'n winkel in de stad. En hier kom je nog iets tegen waarvan je spontaan denkt, oh ja, niet naar op zoek, maar leuk om mee te nemen. Plus, ja, dat het gewoon gezellig is hier. Ik ben altijd LP's blijven kopen. Nou, als jockey van 12, 13 begon ik ermee in de jaren 60. En tot mijn verbazing is het een aantal jaar geleden weer helemaal teruggekomen. En dat is wel heel leuk. En dan komen ook steeds meer jonge lui die dat dan alweer geweldig vinden. Dus ja, dat is een hele mooie ontwikkeling. En ja, laat het maar heel lang doorgaan wat mij betreft.